komt een nieuw album aan, heren. Het is in Berlijn opgenomen. Het is bijna klaar. Ik wil even wat horen als het kan. Nou, dat kan. Ja? Ja. Klam maar open, die pijp. Wij zijn wel blij, ja. Wij vinden het, dat het prachtig is geworden. Moet alleen een ruzie gaan maken over welke liedjes nu op de plaat komen. Jullie hebben, neem ik aan, wel eens echt af en toe knallende ruzie. Ook dat. De naam Bluff. Hoe is die naam nou toch uiteindelijk? Zal met water gooien. Ja. Ik wil wel kwijt aan je dat dat de aller slechtste vraag is die ons maakt. Vind ik dat het tijd wordt dat jullie nu mijn bier gaan betalen. Toen Bluff in 1998 in Nederland doorbrak met de hit Liefs uit Londen, was ik aangenaam verrast. Een nieuwe Nederlandse band met een geweldige zanger. In de loop van de jaren heb ik veel van ze gehoord en gezien en interviewde ik ze ooit kort als jakhals voor De Wereld Draait Door. Maar hoe succesvol de Nederlandse band ook is, toch weten we maar heel weinig van deze gewone jongens uit Zeeland. Ik zoek ze op in Berlijn, waar Pascal, Peter, Bas en Norman werken aan een nieuw hoofdstuk in hun muzikale carrière. Hier ben ik veilig, hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Toen ik 14 was, twee jaar of zo, heb ik in een bed gezeten met Peter tot mijn 17 of zo. Sorry. Ik doe niet helemaal wat ik wil. Volgens mij zit ik nu niet. Ik zit niet in z'n drie, volgens mij. Ja, precies. En toen ben ik in Wolf Clan Sister gaan spelen, dat houdt ook een beetje. Toen heeft Peter anderhalf jaar of zo, of twee jaar niet gesproken of gezien. Toen was dat gewoon. Het was even uit. Ja. En toen belde hij. En stuurde een briefje. En. Met verzoek of we in het Nederlandstalig samen iets konden gaan doen. Dat heb ik gezegd, dat wil ik wel, maar dan kom ik wel een keer luisteren en een keer kijken. En dan ga ik een keer proberen of het wat is en of het me bevalt. En had hij toen al wat nummers geschreven? Hij had een paar teksten geschreven en één nummer had hij al geschreven. Ik moest hem ompraten en hij deed het onder voorwaarde dat zo'n andere bandje altijd voor zou gaan. Ik zei, nou, dat is goed. Want op een of andere manier had ik het gevoel van, nou, als het echt wordt wat ik denk dat het zou kunnen worden, dan. Zal dat vroeg of laat geen probleem meer zijn. Fucking hell. Goed. Oké, naar z'n drie. En ik ging ook vanaf diezelfde leeftijd, vanaf de 14 of zo, ging ik met Bas om. Ja. Ik zat met hem op scouting vroeger, op de padvinderij. Ik kende Pascal een dag. We hadden meteen telefoonnummers uitgewisseld. Gewoon telefoon, weet je wel. Ja, precies, nog draaien met zo'n bakkelietje te horen in je klauwen. En het was meteen van, ja, oké, leuk en aardig, maar we moeten even muziek gaan maken. Want ik had toen net een keyboard gekocht en hij... Zo'n My First Case? Ja, zo'n achtige, een knopje drukken en dan boek, tik, boek, tik, boek, tik. Ja. Kon je dan meespelen. Kon je die lampjes volgen? Ja, ja, precies. Ik weet dat Bas in het begin van de relatief gesprek en bonenbeen deed. Dat hij mocht nog niet meebeslissen die eerste paar maanden. Hè. Dat was gewoon, maar hij speelde je ook gewoon een beetje alleen maar bedjes? Ja, dan had hij zo'n soort kindertoetsenbordje en dan speelde hij dan viool op en zo. Ja. En uiteindelijk hebben we toen van onze eerste centjes, de eerste paar honderd gulden die we verdiend hadden, hebben we toen een akoestische piano gekocht. Nadat Bluff in verschillende cafés in Zeeland optreedt, wordt de band lokaal al snel opgepikt. Nummers als Aan de Kust worden gretig meegezongen. Niet veel later tekenen ze een platencontract. Hier in Vlissingen, in muziekcentrum De Piek, is het voor een groot gedeelte begonnen. Hallo. Ja, heren, dit is het dan, hè? De Piek. Ik heb wel veel biertjes gedronken vroeger.
Ja, heb je hier veel laveloos geweest? Was het Skalde Vrijdag? Was hier de jam-sessie of zo? We gingen altijd naartoe. Toen ik 14, 15 was, ging ik hier wel op vrijdag, vaak met Bas ook. Ja, en toen gingen we jammen. Als je bandjes in de buurt wilde kijken, dan had je Brogum in Zierikzee, Het Beest in Goes of De Piek in Vlissingen. Nou, het is geen grote zaal of zo, maar het heeft een enorme rap sheet. Het is echt alles en iedereen heeft hier gespeeld. Het is wel heel leuk. Het is hetzelfde drumstel als 15 jaar geleden, volgens mij. Echt waar? Ja. Jullie hebben hier ook gespeeld, toch? Hier ging je dan naar Herman Brood kijken en op een moment sta je ook op dat podium. En dat is toch wel speciaal. Ja. En dan doet het er helemaal niet toe of je nou voor... Of je voor 10, 100 of 1000 mensen staat te spelen. Dat maakt allemaal niks uit. Maar dan doe je het daar en dat is gaaf. Ja, het maakt sowieso voor mij niet zoveel uit voor hoeveel mensen je speelt. Voor de spanning of de intentie of... Nee. Het is misschien wel hoe kleiner, als je echt hele kleine optredens geeft... Dat is vaak enger. Dan is het vaak intenser of zo. Als je voor 10.000 man in Ahoy staat, dan ga je op in de massa... en heb je die spanning niet. Nee. Ja, en dan lees je nog wel eens een toets, maar dat hoort dan niet. Dan niemand. Nee, in 2001 komt een abrupt einde aan de euforie rondom de succesvolle start... als goede vriend en drummer Chris Schutte bij een motorongeluk om het leven komt. Een enorme klap voor de groep, maar vooral voor de vriendschap... Het afscheid van Chris is loodzwaar, maar betekent zeker niet het einde van Bluff. Hebben jullie eigenlijk ooit overwogen om te stoppen toen Chris overleed? Nee. Er is geen seconde in jullie gedachten opgekomen? Nee, ik herinner me heel duidelijk. De dag na zijn dood stonden we bij Pascal in de keuken. Chris woonde bij Pascal thuis, dus dat werd automatisch ons verzamelpunt. En Bas, Pascal en ik stonden in de keuken bij hem om het koffiezetapparaat heen. En iemand durfde voor het eerst de vraag te stellen, wat doen we nu? Is dit het dan? En toen zeiden we allemaal, nee. Heb je ooit ergens een soort schuldgevoel gehad... dat het succes misschien daarna nog wel veel groter is geworden, ergens naar Chris? Ik heb er nooit schuldig over gevoeld of zo. Nee. Ik heb me wel eens ongemakkelijk gevoeld naar de ouders van Chris. Ja? Zouden zij dat dan niet? Of naar de broer van Chris en Miel. Maar die hebben van begin af aan heel erg duidelijk aangegeven... dat ze genoten van het feit dat we doorgingen en dat ze daar blij om waren. Toen dat gebeurd was, heb jij toen ergens gehoopt dat ze jou zouden vragen? Als geen ene milliseconde. Nee? Nee, dus dat was ook het ongelofelijke toen ik 5 mei, ik weet het nog precies... werd opgebeld door Peter. En die zei op een gegeven moment van, god ja, nou, ja... We zitten toch weer te denken om door te gaan. Dus we willen weer een nieuwe cd opnemen. Zeg, goh, wat leuk. Ja, maar zou je het dan leuk vinden om te kijken of het gaat? En als dat echt heel goed gaat, zou je dan de opvolger van Chris willen worden? Nou, toen was het echt opeens poing in mijn hoofd van, hè? Die zag ik niet aankomen. Het is inmiddels bijna 10 jaar geleden. Ja, bizar, hè? Mis je Chris? Ja. Heel regelmatig, heel regelmatig. Maar op een positieve manier. Ik hoef er nooit meer om te janken. Ik mis het nog steeds vaak, maar het wordt minder. Dus het wordt... ik geloof dat je kunt zeggen dat als je iemand je ontvalt waar je heel veel van houdt... dan heeft iedereen daar op zijn eigen manier heel veel verdriet van. En ik was er echt kapot van dat hij overleed. Maar ik heb dat ook verwerkt. Als ik aan hem denk, dan is het altijd met een lach. Omdat hij ook zo in het leven stond. En dat is... Ja, dan, eigenlijk is het alleen maar goed als je daar dan aan denkt. Omdat zijn levensvisie en in instelling, ook in die band... in die enorme carousel waar wij toen in zaten... dat hij lachte zich daar heel erg doorheen. Maar ik denk vooral heel vaak aan hem in de zin van... Shit, als ik dit toch had kunnen meemaken... Hoe was het imago van Bluff toen jij erin stapte? Ja, het was een paar gewone jongens met ringbaarden en die mooie liedjes zongen. Ik heb me wel verbaasd over het brave imago van Bluff. Ja, dat is, maar ja. Ik heb het ook nooit zo erg gevonden, want volgens mij heeft ons dat ook geen windeieren gelegd. Jullie hebben natuurlijk een beetje het imago van ideale schoonzoon. Ja, is dat zo? Ja, wel een beetje. We hebben ook af en toe het imago van...
saaie zeeuwen die pianobellets maken. Ja, goed, maar wel iemand die je graag thuis op de koffie wil op zondagochtend, hoor. Van, nou, hoe was het optreden? Nou, goed, we zijn vroeg naar bed gegaan en we hebben weer mosselen gegeten met z'n allen. Ja, ja. We hebben nooit de behoefte gehad om dat een beetje te ontkrachten, nee. Van, luister, ik heb ook nog wel eens het een en ander uitgehaald. Nee, had ik niet, nee. Nee? Nee. We zijn wel heel vaak afgeschilderd als gewone jongens. Ik weet niet zo goed waar dat ook komt. Misschien zijn we dat ook wel. Tegelijkertijd denk ik eigenlijk van niet. Om te beginnen doen we niet heel erg gewoon werk. En we zijn er ook niet zomaar gewoon een klein beetje succesvol in. Ik heb er denk ik wel meer rock'n'roll in gedouwd, ja. Ja? Echt ook wel van huis uit een rockdrummer ben. Ja. Dat is ook wel zo. Maar heb je die jongens ook mee op sleeptouw genomen om weer een beetje het rock'n'roll leven in te trekken? Nou, ja, dit is leuk. De buitenkant is natuurlijk altijd anders als de werkelijkheid, hè? Als de binnenkant. Dus wie weet waren we wel meer rock'n'roll als dat ooit iemand heeft of mensen hebben gedacht. We hebben nou precies gewoon nooit gewerkt aan een imago. Dat is eigenlijk dat wat we gedaan hebben. Ik kreeg wel op een flikker van Frank bijvoorbeeld, onze oud-manager, dat wij op de foto's op oktober en april op pantoffels liepen. Dat hij ook zei van, ja, lul. Dat is toch gewoon niet rock'n'roll. En dan dacht ik van, ja, hij heeft wel gelijk. Er staan daar in pantoffels. Maar ja, hoe kun je nou, dat weet je toch zelf ook wel, Pascal, dat je niet op een pantoffel moet staan? Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk gewoon helemaal niet. Maar hoe kom je daar nou bij om een pantoffel te doen? Omdat ik me geen seconde denk, als ik daar zo aan het opnemen ben en ik sta voor die microfoon, is er geen seconde dat ik denk, oh kut, er is een camera bij, ik heb pantoffels aan. Dat is helemaal geen. Ja, maar dan, in die zin zijn jullie zijn wat echt zo weird. Ja, suf. Je hoeft niet over te lopen van ijdelheid om naar. Nee, maar tegelijkertijd vind ik dat er als je naar een optreden komt kijken van Bluff, dat daar een trotse band op het podium staat. Ja. En we maken daar wat van. We staan daar niet te suffen. Wat wij willen is goede platen maken, goede liedjes opnemen en een goede concert te geven. En dat is toch altijd de eerste en veruit de meest belangrijke drijfveer voor ons geweest. Ik heb wel eens dingen teruggezien. Zo'n overhemd, weet je wel, lekker uit je broek. Zo tot je knieën aan. Dan denk ik, is er nou niemand geweest die heeft gezegd, Pascal, doe even een maatje kleiner hier, een beetje taaier. Nee, echt niemand tegen mij gezegd, nee. Ja, en misschien was ik dan wel ijdel, maar had ik gewoon niet zo gewoon echt gevoel voor smaak. Voor smaak of zo. Maar het wordt nu wel heel vervelend. Je bent echt heel vervelend tegen van. Ja, daarmee kan het niet helpen. Ik wil nou ook wat foto's voor jou zien. Ja, nee, dit lijkt me ook prima. Nou, dan vind ik dat het tijd wordt dat jullie nu mijn bier gaan betalen. Hoe zouden jullie eigenlijk vriendschap kunnen omschrijven? Want het is volgens mij af en toe bijna relationeel. We zijn getrouwd als we met elkaar zijn. Dan is het heel hecht. Maar daarbuiten, privé, ja, dan zie je elkaar veel minder. Veel minder, ja. En dat houdt het op een of andere manier wel gezond. Is het anders geworden? Want de band is toch in eerste instantie uit een vriendschap ontstaan. Ja, het is natuurlijk zo. Als we gaan wel zoveel met elkaar om als band. Dat je alles wel bespreekt, hè? Ja. Wat je met elkaar wil bespreken. Jullie hebben neem ik aan wel eens echt af en toe knallende ruzie. Maar af en toe heb je dat de scheid aan elkaar. Ja, maar dat moet toch ook? Ja, dat gebeurt ook wel. Je elkaar reuze gezond. Nee, maar dat is helemaal niet. Maar je gaat elkaar soms dan ook even uit de weg of zo. Dan denk ik even gewoon met één persoon eventjes dat je denkt, nou, dit loopt even niet lekker. Blijf even buiten de buurt. Maar dan heb ik toch altijd op het podium wel heel erg de behoefte om het signaal af te geven dat, ook al is er, weet ik veel, iets niet lekker, op het podium doen we het wel samen, weet je wel. Ja, die kritiek die je zeg maar ook muzikaal op elkaar kan geven, geldt het ook privé? Kan jij tegen Pascal zeggen van zoals jij met je vrouw omgaat, dat vind ik echt. Nee, ja, bij wijze van, ik noem maar een stom voorbeeld. Nou, vrouw en kinderen, dat is wel. Daar ligt wel een belangrijke grens. Ja, maar goed, dat zijn wel vrienden. Dat ik een vriendin had, dat sloeg nergens op. Daar moest ik vanaf, dat was gewoon niet goed voor me. En toen had jij een liedje geschreven, wat daarover ging. Nou, dan moet je vanaf, weet je wel. Dat was dan wel weer een omweggetje. Dat was volgens mij dat ik hebben kan. Goud en zilver was dat ook. Oh, goud en zilver. Ja, er zijn er meerdere over. Over al die misdrijven. Over al die gestoorde wijven waar Pascal over. Wie is de baas? Wie is de leider? Als er een band leider is, is Peter, denk ik. Aan de andere kant, op het gebied van productie, is Bas wel degene die het voortouw trekt. En op het podium ben ik de baas. Ja. Dus die verdeling is er wel. En daar is Norman in al die stukken eigenlijk altijd voorzichtig en nooit op de voorgrond. Of nee, de verbindende factor noemen. Maar dat moet voor jou wel best wel lastig geweest zijn. Ja. Om zo'n plekje te vinden
Even los van het hele muzikale verhaal om tegen die drie gasten op te boksen. Nou, dit heeft echt wel tijd geduurd voordat je daar inderdaad je plekje in weet te vinden. Maar jij was ook heel dienstbaar, ook vanaf het begin af aan. Dat vond ik ook gewoon heel belangrijk. Gewoon. Gaf jij aan ons aan, zeg maar, wat je van mij verlangt. Ja. Hè? Zo stelden normen zich op. Dat was ook precies de juiste manier voor ons, zoals Norman het op dat moment aanpakte. Gewoon dienstbaar. Weet je, jongens, jullie hebben een heel groot ding te verwerken. Precies. En jullie zijn jezelf waarschijnlijk ook niet. We gaan wel een plaat maken. Ik ben jullie nieuwe drummer. Of ik ga het in ieder geval proberen te zijn. En we gaan dat zo goed mogelijk doen. En hoe we in de toekomst met elkaar omgaan, dat zien we wel. Of het uiteindelijk echt klikt en we een viermans bandje worden. Ja, precies. En dat werden we dus. Dat werden we dus, gelukkig. Je hebt het niet altijd maar fantastisch gehad in de band. Je hebt toch ook best een lastige periode meegemaakt. Ja. Zowel ook inderdaad natuurlijk in het begin was het natuurlijk voor mij heel lastig. Zeker omdat je dan jezelf in eerste instantie heel lang wegcijfert. En dat uiteindelijk gaat zich dat altijd een klein beetje wreken. Althans, dat voel je dan lichamelijk. Dan gaan dingen lopen dan even niet meer. Je gaat een beetje vastzitten. Dat ik een figuurlijk, je loopt een beetje vast. En daar is dan de drank. Ja. Brother Boos is always waiting. Ja, ik kom er dan wel eens inderdaad, let ik een figuurlijk verdrinken. Hadden de andere jongens dat in de gaten? Niet helemaal. Hoewel natuurlijk altijd momenten zijn dat je met elkaar bent. En dat op een gegeven moment was van zo. Boninkke gaat al erg hard, weet je. En dat was even van, hey, zullen we maar naar huis toe gaan? Want ik geloof dat ik wel genoeg heb gehad, weet je. Dus nog even bokkig zo van, dan komt soms inderdaad ook je onvrede eruit. Komt er natuurlijk nooit genuanceerd uit. Signaleerde je vrouw dat probleem? Ja, wel degelijk. Die had het wel in de smiezen? Die had het in de smiezen. En het moment voor mij ook misschien wel van ommekeer is geweest. Dat ik denk van, ja, maar dit gaat dus echt niet zo. Ik wil nu echt gewoon anders doen. Is dat op een gegeven moment je zoon je een keer echt zo aankijkt. Dat je weet dat je echt serieus wat te veel op hebt. En dat je echt dingen zegt en dingen doet. Dat je denkt van, oh, ja, er staat een onschuldig wezen. Die helemaal niks kan doen dat papa nou... Dat hij er is. Maar papa nou zo raar doet. Dat heeft die jongen niet verdiend. En dat mag je, althans, een kind nooit aandoen. En dat heeft mij op een gegeven moment heel erg... Ik zag die ogen en zei van, papa, wat doe je nou raar, weet je wel? Ja. En wat doe je nou ook eng? Je bent papa niet meer. En althans, hij zag zijn vader nou niet meer. En dat heeft mij op een gegeven moment echt doen beslissen van, en nou gaan we het heel anders doen. En toen heb je het ook bij de hals kunnen grijpen. Ja. En het, je bent nu clean, zoals het heet, van de drank. Nee, maar ik bedoel, je drinkt niet meer, hè? Nee. Al helemaal niet. Nee, je drinkt nu al een jaar niet meer. Nee. Maar van 1 januari ben ik wel weer van plan om gewoon gecontroleerd af en toe lekker gewoon te genieten van een heerlijk drankje. En houden die gasten je dan in de gaten? Ja. En trekken die je ook in je nek, nekvel van Boninkke? Mogen ze ook voor mij. Eén zo'n boek had je en daar blijft het bij? Mogen ze ook voor mij. Ja. En dat vind ik fijn. Voorheen zag ik dat als een soort afstraffing, weet je wel. Jij kan het niet alleen. Maar ik vind dat is ook dat opengooien. Het is fijn dat ze er zijn. Voor de opnames van hun nieuwe cd kiest Bluff voor de fameuze Hansa Toon Studio in Berlijn. Waar ook artiesten als U2, Snow Patrol en R.E.M. albums opgenomen hebben. In de zoektocht naar de schoonheid van onbekende orde zijn er altijd weer de woorden en de klanken van verlangen. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen mijn teksten onbegrijpelijk vinden. Hoe erg vind je dat, die kritiek op die teksten? Nou, ik haat kritiek, sowieso. Ik kan slecht tegen kritiek. Ja? Ja. Ik vind het... Maar... Ja, ik kan heel slecht tegen kritiek. En dat heb ik in eerste instantie over dat gezeur over die onbegrijpelijkheid, vermeende onbegrijpelijkheid van die teksten, heb ik dat wel gehad. Dan kan je wel boos om worden ook. Ja, daar kon ik wel boos om worden, maar weet je... Dat is hetzelfde. Dat gaat over mij. Dat is mijn persoonlijke boosheidje. En dat is allemaal niet zo... Dat is niet belangrijk, uiteindelijk. Weet je wel? Want er zijn nog steeds een heleboel mensen... Die iets hebben aan die muziek. En laatst kwam er iemand naar me toe... en die vertelde een heel persoonlijk verhaal... en dat een
bepaald liedje voor haar heel veel betekende. Ja. En dan denk ik, ja, nou, daar gaat het toch om. Tuurlijk. Dat is... Nee, maar dat is makkelijk. Dat begrijp ik heel goed, ja, wat je zegt. Maar het klinkt misschien makkelijk, maar ik kan dat wel ondertussen. Ja. 10 jaar geleden had ik vermoedelijk heel anders gereageerd op deze vraag. En was ik boos geworden terwijl ik er aan dacht. Alleen maar omdat ik er over een vraag over stel. Kun je nou... Ja, misschien wel, ja. Ja. Dan komen we zo wel even op het couplet. Ja, ik heb daar wel een idee over. Slecht ingespeeld. Oh. Dus wie zie je naar de prusser? Als je even oefent, kan... Nog vragen van. Ja, maar dan gedoe zeg. Niet zo toe te voegen. Ga maar dat demotje mee naar huis. Ja. Die vond ik wel lekker. Ja. Ik kom straks spelen. En wat voegt deze studio dan nog, zeg maar, extra toe aan... Ja, een studio als deze heeft ook een hoop geschiedenis. En dat is waarom wij deze studio gekozen hebben, onder meer. Dat moet technisch natuurlijk in orde zijn. Maar het feit dat Snow Patrol ook daar gestaan heeft... en recentelijk nog R.E.M. Ja, dat inspireert. Dat geeft gewoon iets met... Dat is hetzelfde als wanneer je vroeger over het oude trapje van Paradiso... naar boven liep. Ja. Dat was dan dacht je, ja, hier heeft Mick Jagger ook gelopen. Hier heeft Bruce Springsteen ook gelopen. Prince, John Hyatt, al die helden, weet je wel. Ja. Die ruikt hier ruikt het zweet hier nog van Mambo No. 5. Want die zou ik ook op de gang hangen. Oh, ja, ja, dat is ook hier gedaan, ja. Het is puur wat Peter zegt, het gevoel. Van huis weg zijn, dat is ook zo belangrijk voor ons. Ja, ja, niet op de hoek bent dat je niet dat je denkt, het afsluiten, voel me even kut, ik ga naar huis. En dat je meteen de vibe mist. Ja, ik hoorde dat... Norman... Nou, Pascal vertraagt het proces een beetje. Dat Norman en jij zijn One Take Charlie's. Kijk, hij deed niet... Nou ja, dat zouden we graag willen. Er wordt hier heel hard gelachen. Maar bij Pascal is dat minder. Ja, hier, nou, dan hoor je het al. I rest my case. Nou, als dit het niveau is, dan wordt het niks. Ik wil even wat horen als het kan. Nou, dat kan. Ja? Ja. Klam maar open die pijp. Ben je eigenlijk een romantisch type? Ja, dat hangt vermoedelijk van de definitie daarvan af, maar... Nou ja, wat is voor jou de definitie van romantiek? Ik zou het eerlijk gezegd niet eens weten. Nee? Nee. Nee, ik ben niet zo romantisch, geloof ik. Vind ik toch eigenlijk heel raar. Nee, maar dat jij met de teksten die jij schrijft... En als ik jou zie, dan denk ik, jij bent niet de personificatie van de romantiek. Nee. Maar dat wel in je teksten kan. Dat is compensatie. Het is blijf zoals nu. Blijf zoals nu. Heeft het je wel eens lam gelegd, ergens? Succes, onzekerheid? Jawel, natuurlijk, want ik heb er ook wel een tijdje afgelegen, ook, maar dat is wel lang geleden. Maar in voor, voor Chris overlijden ben ik wel, werd het me echt te veel. En toen ben ik ook, toen heb ik echt een serieuze burn-out gehad. Toen ben ik eruit gegaan. Veel te kort trouwens, want ik weet niet hoe lang na dat moment. Maar ik ben het podium afgelopen met de boodschap dat er technisch iets niet deugde. En de jongens waren allemaal een beetje boos. Of wat is er dan aan de hand? En toen ben ik gaan brullen en niet meer opgehouden. Want er kwam alles eruit. Het was gewoon, ik zag dat publiek en ik had het gevoel dat... Dat ze me allemaal haten of zo. Of dat het echt een heel soort. Een grote angstaanval was het. Dat is heel heavy. Hoe kwam dat? Waar kwam dat vandaan? Door te veel optreden? Te veel, dat is gewoon te veel. Kijk, als je een burn-out hebt, maar je hebt een kantoorbaan, kun je besluiten thuis te blijven. Maar als je op een podium staat, dan wordt van je verlangd dat je. Het is het tragiek van een clown eigenlijk. Hè? Je moet door. Vrolijk en je moet er zijn en je moet vlammen en vuren. En... Nou, dat is op de duur is dat natuurlijk gewoon op. En dan ben je voorbij allerlei grenzen gegaan. En dan ben je inanteren natuurlijk. En dat is gewoon heel slecht. Ja. Slecht voor je hoofd, slecht voor je lijf, voor alles. Kon je eraan toegeven wel op een gegeven moment? Of moest je er nou, wel nee, toegeven? Want ja, toen heb ik anderhalve maand of zo heb ik toen thuis gezeten. Heb ik wat angstmedicatie gedaan. En toen zijn we volgens mij zijn we toen Ahoy gaan doen. Dus zijn we meteen op het podium weer gedoken. Ja. Ja. Wat natuurlijk nergens op sloeg. Kort daarna is Chris overleden. En dat is een enorme trieste aangelegenheid als iemand waar je zoveel van houdt overlijdt. Maar dat is zo'n tastbaar verdriet dat
dat heeft mij wel geholpen om die depressie en die burn-out eigenlijk, die was verdwenen op dat moment. Omdat dat het zo tastbaar ding is als je gewoon ergens echt verdrietig over kan zijn omdat iemand is overleden. Dus het heeft me op een rare manier geholpen. Dat klinkt misschien stom, maar toch... Omdat het concreet werd waar het verdriet nu vandaan. Het is veel erger om een grote, diepe leegte in jezelf te voelen. En dan ergens verdrietig om te zijn. Het is niet erg om ergens verdrietig om te zijn. Het is tastbaar. In 2006 begint Bluff aan een muzikale wereldreis. Het project Umoja. Overal ter wereld nemen de mannen albumtracks op met lokale grootheden. Het kostbare project neemt steeds grotere proporties aan en blijkt een ware uitputtingsslag voor de hele band. In een relatief korte tijd zijn we naar 14 landen geweest met ontzettende druk op je schouders van er moest iets komen, er moest iets lukken. Je ging met een club van 12 tot 14 mensen, vlieg naar de andere kant van de wereld toe. Hele financiële druk, maar ook financiële druk in de zin van je investeert heel veel. Hebben jullie allemaal in die plaat... We hebben behoorlijk zelf geïnvesteerd. En als je op een gegeven moment halverwege bent en je hebt al, ik weet niet hoeveel, geïnvesteerd, dan kun je niet op een gegeven moment zeggen, jongens, we zijn in godsnaam weer begonnen, laten we de stekker eruit trekken. Heb je daar wel, is dat punt wel eens bereikt, ja. Halverwege? Ja, we hebben echt halverwege als gedacht van, jongens, dit is wel heel heavy, dit. Ik denk dat Umoja een zodanig zwaar project is geweest, dat we eventjes... Ja, misschien een soort van collectief burn-outje hebben gehad of zo. Ja. Dat we toen even niet meer zo goed wisten hoe en wat. Er was heel veel opgekropte frustratie. Naar de band? Ja, uiteindelijk ook. Uiteindelijk vond die band ook helemaal geflikker me aan. En dat knapte op een gegeven moment bij mij. En toen was ik eigenlijk even uitgeschakeld. En had ik eigenlijk even moeten zeggen tegen de jongens, ik ben er even 2 maanden niet, want ik moet eventjes heel erg bijkomen. Alleen, dat kon niet. Want wij hadden net de belangrijkste plaats van ons leven, namelijk Umoja. Die stond op het punt van uitkomen. En er moest keihard aan de promotie gedaan worden. En er moesten ontzettend veel optredens gegeven worden. En ik kon niet zeggen, jongens, ik nok er nu even mee. Belang van misschien wel gekund. Ja, belang van. Nou, dat is iets wat heel diep in ons zit. Het belang van de band gaat toch altijd wel voor, of zo. Tenminste, voor mij geldt dat. Ik haak niet zo snel af. Nee, maar dat is best. En het rare is dat hoe slecht ik ook in mijn vel zat, op het podium ging het goed. Ik was echt niet helemaal goed toen. Dan zat ik echt te brullen in de kleedkamer. En dan vlokte ik het podium op. Spelen, dit en dan niks aan de hand. Niemand heeft het in de gaten. En daarna zit ik in de bandbus en dan denk ik helemaal een wrak. Veranderen die thema's eigenlijk? Want kijk, liefde is natuurlijk ook altijd een thema. Ja, ik schrijf denk ik heel veel over de onafhankelijkheid van mensen. Dat ze dat zouden kunnen zijn als ze het zouden willen. En de onmogelijkheid om het soms in de praktijk te brengen. Ik denk dat heel veel van onze liedjes daarover gaan. Over individuele vrijheid. Ja. En heb je wel eens de neiging om maatschappelijke zaken aan de kaak te stellen? Ja, en dat gebeurt ook wel. Zoals op Umoja stonden bijvoorbeeld mensen en lagen bij de grond. Die daar wel over gaan. En ik denk dat ook op deze plaat een nummer staat wat gaat over het, noem het maar, het maatschappelijk klimaat in Nederland. Dat schrijf jij, vervolgens speel je dat met de band. Is hij in feite ook een spreekbuis voor jou? Ja. Levert dat intern wel eens conflicten op? Ja, dat gebeurt. Kan het zo zijn dat Peter als een bok op de havenkist blijft zitten en zegt, ja, maar ik vind het eigenlijk ontzettend belangrijk dat wij... Dus ik kan me namelijk wel heel goed voorstellen dat in deze tijd... Ja, nee, maar goed, dat heb ik ook. Alleen denk ik dan, er zijn andere manieren dan dat verstoppen, dan het bezingen. Dat gaat mij dan te ver. Want dat moet... Waarom dan? Dat vind ik eigenlijk best wel vreemd. Ja, dat het moet neutraal zijn, vind ik. Dat... Maar waarom? Omwille van de commerciële... Nee, om te willen van... omdat... Zo'n vingertje, zo van wij vinden dit en dit en dit. En die hebben fout gedachten, dus zus en zus en zo. Dat moet je niet in je muziek stoppen. Het is voor mij heel moeilijk om iets te zeggen op persoonlijke titel. Want ik maak altijd deel uit van die band. Ja, in die zin zijn jullie zo aan elkaar verbonden. Ja. Wat natuurlijk mooi is, maar ergens is het ook een soort gevangenis. Ja, maar het is soms ook een comfortabele gevangenis natuurlijk. Want
wie weet wat ik allemaal geroepen zou hebben als ik dat niet zou hebben. En wat voor vreselijke problemen me dat gebracht zou hebben. Want ik heb wel eens wat geroepen over Wilders, zoals je weet. Of, ja, het zijn ook jouw fans natuurlijk, ook mensen die op Wilders stemmen. Die zijn er ook, ja. Tuurlijk zijn die er. En, want Bluff is natuurlijk wel altijd een band geweest met een hele brede fanbasis. En dat... Ja, die breedheid uit zich ook in politieke voorkeur. En als ik het heb over vrijheid, ja, dan moet je mensen ook vrij laten om op dingen te stemmen waar jij het helemaal niet mee eens bent. Nee, of je moet aan de ene kant iets twitteren over Wilders en het volgende nummer noem je alle Turken terug naar Marokko. Even, dit schrijf ik even op. Terug in Middelburg neemt Pascal mij mee naar zijn stamkroeg De Rode Oortjes. Sinds hij vader is geworden van zijn zoon Sam, komt hij er wel iets minder vaak dan vroeger. Je bent in basis toch niet heel avontuurlijk ingesteld? Nou, weet ik niet. Ik denk het niet. Ik ben niet zo, ik heb niet zo de behoefte om te reizen of zo. Nee, ik zie jou dan niet met een backpack naar India en dan langs de gang eens kijken wat voor maaltijd je kan scoren. Nou. Nee, en dan, als ik dan een halve middag diarree heb, dan denk ik echt dat ik natuurlijk dood ga. Ja, precies. Want dat is sterk, door puur zo. Dat gaat helemaal mis. Ja. Nee, Oké, als je de vraag nog een keer stelt, dan zeg ik gewoon dat ik dat niet ben. Nee, ik ben niet avontuurlijk. Maar in die zin heeft Bluff jou natuurlijk wel een bepaald soort... zwoem gegeven. Ja, ik was nooit ergens geweest. Ik was nooit in Parijs, ik was nooit in Londen. Weet je. Ik was überhaupt nog nooit ergens geweest. Nee. Ik was nog nooit een biertje gaan drinken in Amsterdam. Ik was nog, ik was gewoon lekker in Zeeland. Lekker veilig. En je eigen kleine sociale clubje. Je clubje om je heen en familie, vrienden. En... Als Bluff maar niet was geweest of het succes er niet was geweest... dan had jij denk ik een heel ander leven gehad, hè? Ja, dat denk ik wel. Gewoon, waarschijnlijk had je dan ook nog in Middelburg gewoond. Ja. Vijf kinderen gehad. Rijtjes. Dat is misschien eerder aan begonnen, ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, denk je niet? Nou, heb jij wel al, ik weet dan niet of dat met Bluff te maken heeft... een Bourgondische levensstijl. Heb je dat denk is... je dat dat... Nou ja, goed, je houdt ervan om lekker naar de kroeg te gaan, et cetera. Ja. Heb je dat altijd gehad? Of... Nou, ik heb het veel erger. Ik heb het heel erg gehad. Dat café dat lonkt... He, en dat is, ik heb het heel lang als bijna onmisbaar beschouwd of zo, weet je wel? Dat, je moet toch één keer in de week moet je wel even de bloemetjes buiten zetten of eens even goed doorzuipen in het café. Wat zocht je dan? Ja, weet ik niet. Ik genoot er gewoon heel erg van. Ik was ook niet echt op zoek naar aandacht of het was gewoon, het was wel een soort drankzucht of zo. Dat weet ik wel, een soort craving naar. Ja, misschien toch verdoving of zo. Ja. Ja, denk ik. Ben je gevoelig voor verslaving? Ja, absoluut. Roken? Ja. Niet meer zo. Dat casino vind ik ook hartstikke leuk. Dan moet ik ook mijn hoofd even bijhouden. Dat zou ik dan het liefst gewoon week na week naartoe gaan. Tot alles op is. Hè? Dus dat is natuurlijk niet slim. Nee. Dat moet ik ook niet doen. Drugs? Ja, in het verleden heb ik dat wel gedaan. Maar ik ook al echt al heel lang niet meer. Gewoon... Maar weet je welk gevoel ik wel een beetje heb als ik het er met jou over heb? Is dat je het veel uitlegt. Omdat ik ook ergens voel dat je er met één been nog een beetje in staat. Dat je misschien toch ook nog wel een beetje hunkert naar hoe het was. Nee. Nee, ik hoef niet terug. Ik vind het leuk om met nostalgie, een soort nostalgisch gevoel daarover over te hebben. Als over je eerste verliefdheid op de basisschool. Als over je eerste avonturen met de band. Als over je... drankgelagen van toen. Ik vind dat leuk om het erover te hebben, maar het hoeft niet terug. Nou, de drankgelagen moeten af en toe nog wel, hè? Laat het helder zijn. Want ja. Dan nou is het net alsof ik een soort heilige ben geworden. Ja, lazer op, weet je wel. Ik rook nog steeds stiekem af en toe een peukie. En ik moet af en toe ook nog even heel goed doordrinken. Ben je wel eens bang of angstig dat het misschien wel een keer ophoudt? Dat mensen denken van... Allemaal leuk en aardig, die Bluff, maar ze worden grijs. Ja, ze worden grijs en oud en dik. En hun eerste fans worden dat ook en zijn niet meer geïnteresseerd. En er komen geen nieuwe fans bij. En we staan straks in Ahoy en we kunnen het niet meer vullen. En weet je, dat soort nachtmerries hebben we allemaal. Als je namelijk zo jaar na jaar de meest gedraaide band bent geweest op radio... en als je zoveel platen hebt verkocht en zo vaak Ahoy hebt uitverkocht... Dan weet je niet meer terug. Dan weet ik niet of ik...
of ik het kan hanteren om in een andere league terecht te komen of zo. Ik zou het heel pijnlijk vinden. Ja? Dat wil ik niet. Maar gewoon dat je dan gezichtsverlies leidt? Daar zou ik me heel onzeker en heel rot over voelen, ja. Ja? Tegelijkertijd zou je misschien ook kunnen besluiten van, nou, die tijd hebben we dan gehad of zo. Maar de lazer op, weet je. Er komt natuurlijk onherroepelijk een keer een tijd die zeggen, nou, die Pascal is een beetje een oude zak geworden en dat hele bluf misschien met die oudbollige liedjes. En dan moeten we maar zorgen dat die liedjes niet oudbollig worden. Nee. En dan moet die platen die straks de mensen weer gaan horen gewoon weer een plaats zijn waarvan ze denken, goh, daar hebben we op gewacht en dit is precies wat we willen horen. Maar dus is dat iets waar je rekening mee houdt? Nou, wij moeten blijven luisteren naar wat het publiek van ons wil horen en wij moeten dat dan ook maken. Ik denk dat de band in die zin in twee keer twee uiteenvalt. Bas en ik zijn degenen die graag willen veranderen en de dingen steeds weer anders willen doen. En Pascal en Norman zijn wat behoudender daarin en die vinden het niet erg om af en toe te doen wat mensen juist graag willen dat we doen. Als je het gevoel hebt of wilt hebben dat je een mens bent dat zich ontwikkelt, en wil je ook niet steeds hetzelfde doen. Ik heb er soms echt vreselijk de scheid aan om liefst uit Londen of aan de kust te moeten spelen. Ja, dat kan me voorstellen. Na 5000 keer heb je tabak van die plaat. Ja, precies. Maar ik weet natuurlijk ook dat sommige mensen daar dus precies wel voor komen. Dus dat is een eeuwige afweging. Afweging die je ook avond aan avond moet maken. Ga je dat Hawaii en dan? Ja. Dus moet je wel weten. Er zijn mensen die noemen dat een luide blues. Luid. Ja. Ja. Ik vind hem echt wel mooi. Dat is ook mooi. Is het speciaal op de Paradiso? Ja toch wel. Heel speciaal vind ik. Ja? Ja, het is toch, weet je, de meest magische zaal. Er zijn, ik zei het gisteren nog, het is weinig zalen waar ik me nog nerveus voor maak. Maar Paradiso heeft altijd een beetje kriebels de eerste 5 minuten. Ja? Zeg wel de zaal van Nederland. Ja? Ja, maar heb je nog wat gegeten? Met een lekkere Indische rijsttafel naar binnen gepropt? Ja, we hebben dikke. Onze dikke oude kok. Echt waar? Wat heeft hij gemaakt? God, wat hadden we vandaag? We hadden lekker envelopjes met kip hadden we. Dan maar een appeltaart met vla. Ja. Dat heb jij gegeten. Alleen maar, hè? Alleen maar. Heb je geen tanden voor nodig? Ik kan gewoon met een trechtertje zo naar binnen werken. Ja, omdat hij zo goed kookt voor ons, hebben we wel heel vaak dat we met te volle magen het podium op gaan. Ja? Dus het is een beetje wel zijn schuld. Maar en hoe... Als we slecht spelen, is het niks verschil. Ja. Ja, maar hoe compenseer je dat? Ja, veel boeren. Is het oude mensen... Maar dat mag dan ook weer niemand zien. Ik heb echt dat ik tijdens het zingen dan boertjes moet laten. Ja. Maar ja, hoe doe je dat dan? Dus dat is echt... Dan slik ik een zin in of zo, of dan zing ik even een toon vals, omdat er een boertje vast zit en hij heeft het publiek niet door dat het boertje is. Dan moet ik altijd naar Bas kijken, want die heeft er altijd door dat dat al als jij jeuk aan je neus hebt. Ja, dan word ik gek van jeuk aan je neus. Dan staat hij zich gek met zijn neus tegen de microfoon. Dat is ook zo tegen de microfoon. Nou heren, ik zie jullie straks. Ja. Bas is nu de enige die in Amsterdam woont. Ja. Kom je daar wel eens? Het is zonde. Zeg ik dat hardop? Ja. Oh. Ik zou er niet willen wonen. Maar kom je daar wel eens bij Bas? Ja, ik heb zijn appartement voor het eerst gezien waar hij al jaren gewoond een paar maanden geleden. Maar ja. Kijk is dat. Vind ik eigenlijk toch heel raar. Ja. Jullie zijn zulke goede vrienden en zo aan elkaar... Ja, maar ik denk ook, weet je... Af en toe denk ik ook wel, dat is raar, maar aan de andere kant denk ik, ja, het is ook helemaal niet nodig of zo. Er zijn periodes dat ik hun meer zie dan mijn eigen meisje, weet je wel. Ja, dan heb je het wel besproken. Ja. Op een gegeven moment divergeren je levens en die komen bij elkaar op het podium. En als we het over de band hebben, en dat doen we nog steeds met veel passie en we hebben nog steeds de grootste lol, en daar gaan wij nog heel lang mee door, zolang het leuk blijft. Is het nooit verdrietig? Nee. Ik denk wel dat je opvalt zo. Typische liedzanger. Dat is, ja, het is wel grappig, want
We noemen het wel eens, waar hij zelf ook bij is, hoor, dan moet hij zelf ook heel hard om lachen. Wel eens LSD, weet je wel, de lead singer disease. Ja. En dat komt op het moment dat je op het podium staat en je krijgt of alle energie die wij naar het publiek toe geven, gaat via Pascal. Hij is toch een soort doorgeefluik van ons, van de teksten, van de muziek, van de emotie. En ja, dat doet ook wel iets met je karakter. Zangers hebben altijd iets, ja, dat klinkt zo onaardig, ik bedoel het helemaal niet onaardig, iets manisch. Pascal is manisch, een beetje. Gaat heel erg op in het moment. Dat maakt hem denk ik ook zo'n goede zanger en een goede frontman. Maar hij kan ook enorm aan zichzelf twijfelen. Aan alles twijfelen, aan de hele band twijfelen. Van ons allemaal van tijd tot tijd het meest onzeker. Over ook zichzelf vooral. En dat maakt hem soms heel moeilijk om mee te werken. Weet je wel, zoals in de studio. Op de laatste studiodag bijvoorbeeld kreeg ik ruzie met Pascal. Dat had te maken met vermoeidheid, maar het had ook te maken met. Ja, af en toe botsen we ook heel erg in gewoon hoe we zijn, hoe we tegen de dingen aankijken. En dan vinden we allebei dat we gelijk hebben. Zegt hij dat? Oh, dat is mooi dan. Misschien overtrek ik het een beetje. Nee, maar ik kan het al van hem wel hebben. Want als er één niet te doen is af en toe, dan is hij dat natuurlijk wel. Dus, ja? Nou, jij bent echt een stokertje nu. Ja? Dan moet je eigenlijk zeggen, nou, ik wil niet stoken hoor. Maar ik wil toch even kwijt dat... Maar hij vindt jou een enorme lul. Ja, maar dat vind ik hem ook af en toe. Wordt het dan ook echt ongezellig? Ja, dan wordt het echt ongezellig. Ja. Dan, hij liep boos naar buiten. En ik blijf dan mokkend zitten. Maar dat is misschien ook omdat we... Ja, zo hard op elkaar leunen en weten dat we elkaar ook heel hard nodig hebben binnen dat hele dat ding wat we doen met die band. Dat kan ik allemaal niet zonder hem. En dat weet ik ook. Dus dat zou hem wel eens een schop willen geven. Maar dan denk ik, zonder kan ook niet. Tegelijkertijd, weet je wel, is het nog steeds een van de mensen van wie ik het allermeest hou. Hoe complex hij ook is. Zeg je dat eigenlijk wel eens tegen hem? Dat je van hem houdt? Nou, dat is al een tijdje geleden, nou je dat zo zegt. Dat zou ik weer eens moeten doen. Ik denk dat ik intenser ben in het beleven van alle dag of zo. Tegelijkertijd, ja, als ik lees wat hij schrijft, dan moet hij dat stiekem toch ook wel zo ervaren. Snap je? Ja. Er hangt toch wel een beetje mysterie rond die man na al die jaren nog steeds. Ja. Ook voor mij. Paradiso. Overleggen jullie wel eens met elkaar van hoe de toekomst van Bluff eruit moet komen? Te weinig, denk ik. Ja? Ik denk dat het steeds meer nodig gaat zijn. Gewoon ook om die scherpte erin te houden. Om iedereen dezelfde richting op te houden. Dat niemand wegzakt in... we hebben toch zoveel succes. We kunnen nog wel jaren teren op het succes wat we tot nu toe hebben opgebouwd. In welke fase bevindt Bluff zich? Ja, persoonlijk denk ik in onze tweede jeugd. Maar zo voelt dat op het ogenblik. Dat heeft alles te maken met de energieke plaat die we gemaakt hebben. En het plezier dat we weer hebben in cluboptredens die we doen. En wat mij betreft gaan we nog 10 jaar vrolijk verder. En kijken we daarna wel weer eens hoe en wat. Nog 20 jaar Bluff? Heel graag. Ik zal het vragen. Alsjeblieft. En misschien dat wij over 5 jaar René de Stekker eruit trekken. Omdat we, ja, dat kan ook. Ieder scenario is mogelijk. Alleen merk ik wel dat hoe langer je bezig bent... je kan steeds moeilijker terug. Er wordt steeds meer gebouwd op die band. Er wordt steeds meer, ook in persoonlijke levens... je gaat het steeds meer als een vanzelfsprekendheid zien dat die band er is. En dat we geld verdienen met die band. En dat het goed gaat. Ja, en daar mag je nooit op rekenen, volledig. Nee, we gaan een nieuw tijdperk in, weet je. We hebben een nieuw contract, een nieuwe plaat, niet zozeer een heel erg nieuw geluid, maar wel nieuwe nummers. We laten toch weer een andere kant van ons zien die we nog niet eerder hebben laten zien. En daar moet je fris en goed met elkaar... Je moet het goed met elkaar hebben bepraat en ja. Voordat je aan zo'n nieuw tijdperk begint. Is dat zo makkelijk als dat je nu zegt van ja, we pakken even elkaar beet en we wijzen elkaar weer even op het feit. Dat is de reden dat we nog bestaan, dat dus kan.
is dit? Ik vond het al een tik. Handdoekje meneer. Je hebt bijna niet nodig. Proost man. Ik heb genoten hoor. Maar is dit het dan man? Toch? Ja, ja, dit, ja, is, nou, dit is echt ultra. Nou, want ik vond het super gaaf. Ja? Kikken. Wil je nog even terug? Ja, ga je mee. Even roepen aan die gasten. Ik kom aan het.